Zit ik nou echt te piepen ook? Hey, hoe was je Gucci? Het is je panda Steven Vechten. En vandaag zit ik naast de enige echte. Ik ben Jurg. Dit is zo helemaal nieuw, hè? We gaan Never Have I Ever. Zo! Shit. Originaliteit. Oké, dus jullie hebben dingen gevraagd op mijn Instagram. Je weet wel, Instagram. Kun je trouwens op deze video? Ik vind 1241 wel interessant. Oké, we gaan voor die 1241 likes. Zo niet. Springt hij in het zwembad. We gaan beginnen. Ben je er klaar voor? Ik ben er klaar voor. Oké, never have I ever iemand anders zijn vakantie verpest. Ik nog niet. Ik denk het ook niet. Ik denk niet dat ik iemand zijn vakantie heb verpest. Ik denk wel dat iemand zich heeft geërgerd aan mij op vakantie. Oh, ja. Maar ja, ik denk niet verpest. Never have I ever een crush gehad op de vriendin van mijn beste vrienden. Oeh. Ik heb wel. Ik niet. Ik heb wel. Oh ja, trouwens. Jij ja, wel. Sommige, ja, maar kijk, dan hebben we geen crush. Maar de, oh ja, wel een crush. Ja, maar dan denk ik echt van, oh shit, zij is wel lekker. Ja, precies, dat. Ja, never have I ever vreemd gegaan. Ja, ik wacht op jouw antwoord. Ik niet. Nee, ik ook niet. Oeh, maar dit is wel een goede titel. Never have I ever een boete gehad. Ik nog nooit. Wel bijna. Oké. Sorry mama, als je deze video kijkt. Maar ik was laatst, ging ik uit. En toen liep ik met wat mensen. En toen liepen we en toen ging ik uit. En toen was ik... Ik had gewoon gedronken, weet je. Ik doe het niet aan, ik drink niet bier. En ik had wel gedronken. En ik zag zo'n verkeersbord. En ik dacht, oh, ik ga eraan hangen. Weet je. Dus ik ren zo. En ik spring zo. En ik hang zo. En tegelijk dat ik hing, knakte die bord af. Dus ik ga vast op de grond. En ik dacht... ik zei zo... Chill verkeersbord, dus ik dacht meenemen, ja. Dus ik loop zo, dus ik heb zo die verkeersbord onder mijn hand en in mijn hoofd zo meenemen. Dus ik loop zo met die verkeersbord en ineens komt er zo'n auto teruggereden. Er zit daar politie in, dus die politie, en ik zag dat zo. Dus ik gooi die verkeersbord zo weer weg en die politie zo, hoe kom je aan die verkeersbord? En toen liep die weg. Never have I ever 2 meisjes op 1 avond gezoend. Ik niet. Ik wel. Wel? Op 1 avond? Wat is het meeste... Oh, wat een domme vraag. Wat is het meeste wat jij hebt gezoend op 1 avond? Ja, 1. Mijn meeste wat ik op 1 avond heb gezoend was volgens mij... Never have I ever een date afgezegd omdat diegene niet leuk was. Oh, ja. Ja, ik heb wel 1 keer gedaan, maar ik weet niet dat zij dit ook kijkt. Ik ben een keer... Maar het was niet expres. Maar ik ben een keer gewoon echt een half uur te laat gekomen op een date. En mijn mobiel was leeg. En toen zat zij de hele tijd. Never ever ever een gebroken hart gehad. Nou, ik was een keer een meisje en die vond ik echt heel leuk. En toen zei ze tegen mij: ik mag jou niet. Als deze video. Ik ga je niet meer akkoord. 5000 likes had. Ga jij kaal? Ga ik kaal. Maar hij had toch geen 5000 likes, dus... Pinkies weer. Hey, Pinkies weer. 5000 likes. Never have I ever een crush gehad op een fan. Dus stel, een meisje kon naar, een fan kon naar jou toe. Oeh. En je denkt van, oeh, zij is wel lekker. Ik heb, daar heb ik nooit echt een crush, maar ik denk wel echt van, oeh, jij ziet er wel. Ja, toch? Het is dezelfde leeftijd. Ja, en dan kom ik haar tegen. 17, 18 of zo. En dan zegt ze tegen mij, oh mijn god, je bent Steven Vechten, mag ik met je op de foto? En dan denk ik van, shit. Je hebt hem wel lekker. You're looking good. Ja. En dan ga je op de foto, maar dan doet niks meer. Nee, ik nooit een crush of zo, maar ik heb wel zo. Ja, maar ik probeer het niet te fixen of zo. Ja. Hey. Wat ligt daar? Wat is dit nou weer? Huh? Dat is zo'n smiley. Gooi hem. Look at this dude. Oh, ik nog meer elkaar, jongen. Vind deze video leuk? Like dan even. Abonneer even. Check een kanaal van je. Abonneer ook even. En voor de rest, weet je, geniet van je vakantie. En ik ga nog even genieten van mijn vakantie. En dan zie ik jou met je leuke koppie weer bij een nieuwe video. Doei!